Marianne Vos is top op iedere wielerdiscipline. Zowel op de baan, tijdrijden, veldrijden, mountainbiken en de baan. Het mooie aan de verschillende disciplines is natuurlijk de diversiteit. Elke discipline heeft weer zijn eigen specifieke vereisten. Vereist verschillende trainingen. Heeft in de wedstrijden ook verschillende... Je hebt verschillende verrichtingen uiteindelijk in de wedstrijden. En verschillende benodigdheden. En ik vind de diversiteit zo leuk, omdat het dan ook echt nooit gaat vervelen. En de baan heeft zijn snelheid, de explosiviteit, de val van de baan. En dat maakt het heel specifiek en dat maakt het ook heel spectaculair. De weg, ja, dat is een onderdeel wat veel mensen wel kennen. Maar de tijdrit is daarin weer ook weer een specifiek onderdeel. Waar je eigen grenzen moet leren kennen. Je eigen grenzen moet opzoeken. En soms voor je gevoel over die grens heen moet gaan. En daar je eigen helemaal leeg rijdt natuurlijk. Soms is dat niet fijn. Maar het geeft wel voldoening als dat dan lukt. En dat is het wel het mooie aan de tijdrit. Je moet van start tot finish proberen steady te rijden. En als dat lukt, is dat heel mooi. Dan heb je het veldrijden. Een hele explosieve sport. Kort. Het gaat echt om het aanzetten. En daarin binnen het veldrijden is het ook nog heel divers. De ene keer in het zand, dan weer in de blubber. Wat wel echt bij het veldrijden hoort, is natuurlijk dat je lekker door de bagger aan het raggen bent. En dan helemaal bruin weer thuis komt. En ik vind het leuk omdat je daar en een beetje het tactische spel wel hebt. Maar toch ook wel de individuele kwaliteiten die naar boven komen. En dan heb je nog het mountainbiken. Wat eigenlijk weer een andere discipline is. Wat in Nederland soms wordt gedacht, dat is veldrijden alleen dan op een andere fiets. Maar ja, mountainbiken is wel specifiek. Internationaal zijn daar, mountain zegt het al, bergen voor nodig. En die afdalingen die zijn vaak heel technisch. Het is een langere inspanning dan het veldrijden. Waardoor je nog beter moet indelen van start tot finish. Natuurlijk moet je goed starten, maar je moet vooral voor zorgen dat je van start tot finish dat tempo vast kunt houden. En geconcentreerd kunt blijven en ook je eigen race kunt rijden.